vakantietoernooi is een initiatief van de gemeente Tilburg. Jaarlijks worden er verschillende toernooien gespeeld in de schoolvakanties. Het doel is om kinderen op een recreatieve en sportieve manier kennis te laten maken met sport. In de meivakantie was het tijd voor voetbal. 1250 leerlingen uit groep 3 tot en met 8 speelden het toernooi. Vakantietoernooi is opgezet door de gemeente Tilburg, afdeling sportontwikkeling. Dat zijn allemaal sporttoernooien die jaarlijks voor basisschoolkinderen worden georganiseerd. Soms ook voor het voorgezet onderwijs. Wat is de belangrijkste van deze toernooien? Ja, dat is heel verschillend. Bij dit soort toernooien zoals veldvoetbal, dan is fair play een heel belangrijk issue. Verder voor het zwemmen, het is meer gezamenlijk, samen doen met school. Dus dat ze vanuit de schoolomgeving sportief bezig zijn in hun vakanties. De leerlingen die de fair play prijs wonnen tijdens het vakantietoernooi kregen een bijzondere beloning. Namelijk een eenmalige clinic met 4 spelers van Willem II. Voor Lasnik en Van der Heijden was de training met de kinderen een welkome afleiding. Every time it's nice if you see the little children, how much fun they have with this game. And yeah, for sure for me and Janari it was very nice to join this games here. Ja, het is altijd leuk om met kleine kinderen te sporten en ik denk dat ze het heel leuk vinden. En ik heb eigenlijk niet echt aan de degradatie gedacht. Naast Lasnik en Van der Heijden waren ook Gerrit Pressel en Casper van Beers aanwezig namens Willem II. Van Beers, geboren en getogen in Tilburg, is wel bekend met het vakantietoernooi. Ik heb volgens mij vroeger ook wel eens toen ik een jaar of 8 was, ook aan deze toernooi meegedaan. Ja. Het is wel leuk om te zien dat de kinderen plezier in hebben. Ja. Ik vind het wel leuk, want heel veel kinderen die zitten bijvoorbeeld niet onder voetbal, maar kunnen dan wel wat voetballen. Waarom hebben jullie nou gewonnen dat jullie hier aan deze clinic mee mogen doen? We waren heel erg sportief bezig en dat is wel leuk en daarom mochten we hier mee aan spelen. En waarom denk je dat jullie de sportiefste waren? Ja, als er dan iemand kwam, wij gooiden ze niet zo om en we hebben bijna niemand getackled. En ja, als er dan iemand viel, geven we meestal wel een handje. De clinic waar de spelers van Willem II aan meegewerkt hebben vandaag, dat zijn kinderen die dus echt gewonnen hebben met fair play, toch? Ja, die hebben of in de voorrondes of op de finale dag de fair play cup gewonnen. Dus ze hebben punten gescoord, op handjes geven, positief naar elkaar praten, aanmoedigen van andere teams. Daar hebben ze fairplay punten op gewonnen en daarvoor zijn ze vandaag ook hier. Waarom mag je nou meedoen aan deze clinic? Omdat ik heel sportief ben geweest en als ik bijvoorbeeld iemand heb getackled, dan geef ik er snel een handje en zeg ik sorry. Hoe belangrijk is het dan dat bijvoorbeeld Kingo en 4 spelers van Willem II hier aanwezig zijn? Ja, dat is ontzettend belangrijk, want dan geeft het net de clinics weer meer aanzien. Voor de kinderen ontzettend leuk, want die zien natuurlijk de bekende spelers graag. En, om dan de fair play en Willem II te koppelen, bereiken we net iets meer als wij alleen